Het is alweer 45 jaar geleden dat hij voor het eerst een single uitgebracht. En sindsdien heeft hij echt tal van hits gescoord. Daarbij heeft hij ook meerdere hoofdrollen vertolkt in verschillende musicals, zoals Pinocchio of The Phantom of the Opera. Ik ben vereerd en trots dat hij vandaag bij mij te gast is. Hartelijk welkom. Je kijkt naar Toffe Gasten. Nou, en ik ben er eigenlijk wel een klein beetje trots op, want hij is vandaag hier volgens mij voor het eerst bij mij te gast bij Toffe Gasten. Volgens mij wel, toch? Absoluut voor de eerste keer. Ben Kramer, hartelijk welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Ik mag je zeggen, toch? Natuurlijk. Dit jaar word je 65, zit je alweer 45 jaar in het vak. Althans, 45 jaar geleden kwam dat eerste liedje uit, Zai. Ja. Dat is al wel een hele lange tijd. Ja. Heb je er nog genoeg van? Dat is een half mensenleven. Ja. Hoe bedoel je, heb je er nooit genoeg van? Het liedje bedoel je? Nee, gewoon van het in de picture staan, bezig zijn met muziek. Nee, dat is je vak nog eenmaal. Het is niet mijn vak, het is mijn hobby. Ik ben vroeger gewoon als 15-jarige jongen ben ik de muziek ingerold vanaf school. En het is mijn hobby en ik heb eigenlijk nooit gewerkt. Want als je, en zo zie je dat ook echt? Ja, zo zie ik het, zo voel ik het. En dat is het allerleukste wat er is. Want je bent ook daarbij nog heel veelzijdig. Je staat niet alleen op toneel om nummers te zingen, maar we hebben je natuurlijk ook heel vaak gezien in de musicals en dergelijke. Ja. Had je altijd al als kind zijnde die passie om met muziek bezig te zijn? Of? Ja, toen ik een jaar of 7 was als kind begon ik al een liedje te zingen. En ik moest de visite van mijn ouders in de huiskamer zitten. En dan ging ik in de keuken, want ze mochten me niet zien. En dan zong ik een liedje, in die tijd was dat een hitje, 7 Lonely Days. 7 Lonely Days makes one lonely week. En dat durfde ik niet te doen in de huiskamer. Toen was ik 7 jaar. Ergens moet daar het begin geweest zijn, denk ik toch. Ja. En toen kwam toch een keer het moment dat dat eerste singeltje werd opgenomen, 45 jaar geleden. Ja. Hoe ging dat dan? Annie de Reuver, mijn ontdekster, inmiddels bijna 95 jaar. Annie, gefeliciteerd. Die hoorde het liedje in Italië. En het heet Uno Tranquillo. Ja. En, maar ja, Annie spreekt geen Italiaans. Liep daar een grammofoonzaak in, platenzaak in. En zei van, I want to hear the song. Zai. Want dat was het refrein van het liedje. Die man begreep het onmiddellijk. Heeft haar het singeltje gegeven. Annie de Reuver is naar Nederland gekomen. Had mij eerder die 3 maanden ervoor ergens horen optreden. En zei tegen mij, ik heb een leuk liedje voor je. Ik denk dat het iets voor jou is. En toen heeft ze dat opgenomen met mij. In de studio in Blaricum, wat nu van de groep van die jongens van Bolland de Bolland. Diezelfde studio. En dat had me hit. En toen gelijk was Ben Kramer daar. Ja, toen hadden we nog 2 televisiestations, hè? Nederland 1 en Nederland 2. Miljoenen kijkers. Iedereen zag je, voor zover ze een televisie hadden dan. En hoe oud was je toen op dat moment? Ik was 67, ik was 20. Jeetje. Maar ik ben in 1962 begonnen met mijn amateurbandje. Zo, hè? Dus ik heb 5 jaar lang, heb ik als amateur door Nederland opgetreden in de instuiven en in dancings en zo. Maar in 67 was het mijn eerste hit. En wat had je anders gedaan als je haar niet was tegengekomen? Dat zou ik echt niet weten. Nee? Ik was jongste bediende bij een verzekeringsmaatschappij. Maar dat was niks voor mij. Ja, joh, ik was 15 toen ik van school afging. Dus mijn ouders kregen me er nooit meer in op school. Omdat ik bleef zitten op 1 punt. En dat was tegen al mijn principes in. Het was natuurlijk mijn eigen schuld dat ik niet overging, zoals dat heet. Maar ik was jongste bediende. Dat was niks. En toen kwam ik met muziek in aanraking en het ging vanzelf. Ik heb er ook verder nooit over nagedacht wat ik dan wel had gaan doen. Misschien was ik wel hovenier geworden, want ik ben gek op tuinieren bijvoorbeeld. Maar een muzikant, dat ben je en dat blijf je. Ja, dat blijf je. Tenminste, dat wordt vaak hier aan deze tafel gezegd. Dat zit in je. Ja, ja. We gaan terug in de tijd. 45 jaar terug in de tijd naar Zai. Leven en verliefd zijn, denken doe ik nu niet meer. Praten kan ik ook niet, heel mijn lichaam gaat te keer. Slapeloze nachten met gevoel herinnering. Uren vol verlangen, want ik denk maar aan één ding. Zij.
Ja, ik zei het zojuist al. Ik voel me echt vereerd dat hij vandaag bij mij te gast is hier in de studio. Ben Kramer. We waren nu eventjes 45 jaar terug in de tijd. Maar we gaan het nu eventjes over het heden hebben. Want onlangs heb je een nummer geschreven voor het Songfestival. Die heb je ook hier bij de Tros. Hier, om de hoek. Ja. Om de hoek door de brievenbus heen gedaan. Want er stond echt een brievenbus op het parkeertrein, toch? Een brievenbus leek wel een uitvaartkist. Ik bedoel, een ontzettend groot ding was dat. Met een enorme sleuf in. Hup, dat ding erin. En dan ging er ook een hele kermis af, had ik begrepen. Dan hoorde je alles op je afkomen, geloof ik. Ja, dat hebben we gedaan. Dat was op 30 september. De dag voordat je, de allerlaatste dag dat ik het kon doen. Mm-hmm. En dat is nu tevens je nieuwe single geworden. Ja. Maar oorspronkelijk heb je het geschreven om mee te doen aan het Nationaal Songfestival. Het liedje is geschreven door Tom Bakker. De muziek van Michiel Lagrau. Die heeft mij geattendeerd op dat liedje. Dat hij had gezegd, ik heb zo'n goed liedje, dan moet jij zingen. Ik zei, van ik? Ik zeg, man, ik ben straks bijna 65. Denk je dat? Ja, nee, dat moet jij doen. Dat is goed geschikt voor jouw stem. Ik ben naar de studio gegaan, afgeluisterd. Ik zei, ja, ik vind het te gek. Dat hebben we opgenomen. Mm-hmm. Het is hier in de bus gekieperd, zoals we net al zeiden. En toen ging de malle molen ging in werking. Ja. En uiteindelijk 5 januari hebben we dus allemaal te horen gekregen of we er wel of niet bij zaten. Maar nu, er zijn 6 kandidaten. Dat weten we inmiddels allemaal al. En Benny zit er niet bij. Nee. Maar ik geloofde zo heilig in dat nummer, dat ik al mijn voorzorgsmaatregelen genomen had en gezegd heb van, wat er ook gebeurt, of ik wel of niet gekozen word, deze single komt gewoon op uit, 6 januari uit. Ja. En het is gebeurd. En daar hebben we een mooie clip bij gemaakt. En hij wordt overal heel goed opgepakt. En ik ben daar zo verschrikkelijk blij mee. En ik hoop gewoon, dat is het enige wat ik gewoon hoop, dat als straks de andere 6 kandidaten met hun liedje komen, dat ze mijn liedje er ook naast willen leggen. Het publiek heb ik het nu over. Mm-hmm. En dat het publiek maar eens moet uitmaken of dit liedje nou wel of niet bij de laatste 6 kandidaten had moeten zitten. Ja. Ik blijf zeggen dat ik met mijn ervaring had gehoopt dat ik wist dat het een selectie zou worden van redelijk jonge mensen. Mm-hmm. Ook vanwege het feit dat John de Mol zich natuurlijk ook met dit festival is gaan bemoeien. Mm-hmm. En terecht vind ik. Hij doet het hartstikke goed met zijn The Voice of Holland. Maar ik had het zo leuk gevonden om als tegengewicht... tegenover 3 of 4 andere jongere kandidaten, dat er 2 ouderen bij zouden mm-hmm. zitten. Maar nu lijkt het wel alsof ouderen, tussen aanhalingstekens, niets meer zouden kunnen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En daar ben ik het dus volstrekt niet mee eens. Maar ik laat het voor wat het is. Ik hoop gewoon dat bij die 6 liedjes die ze nu uitgekozen hebben, dat daar een echt finale liedje in zal zitten. Want het zal toch eens tijd worden dat we weer eens een keer de finale halen. Maar ik blijf zeggen, ondanks dat ik die andere liedjes niet ken, die andere liedjes. En ik ben ook de eerste die is uitgekomen met het ingezonde Songfestival liedje wat ik gedaan heb. Ik hoop gewoon van ganser hart dat het publiek eerlijk zal zijn straks en de keuze maakt van, het zou toch best gekund hebben dat hij erbij had gezeten bij die laatste 6. We zien het wel voor de rest. Ik vind het voor de rest helemaal niet erg. Nee. Ik hoop gewoon dat we een leuk finale liedje zullen hebben. En, maar het liedje wat ik nu heb uitgebracht zonder jou, met echt een leuke videoclip en een leuk verhaal erin. Nou, ik zou zeggen, kijk en geniet. Maar toch, dat is wel leuk wat je zegt. Je bent natuurlijk al iets ouder, in ieder geval ouder dan... Nou, iets, behoorlijk ouder, hè? Nou ja, zo wil ik het niet mag zeggen. Mag je rustig zeggen, hoor. Het is helemaal geen schande om 65 te zijn. Het nummer wat je hebt uitgebracht is een vrij jong, hip nummer. Want het is met een stevige beat eronder. Mm-hmm. Het is zeker, het is allesbehalve ouderwets. Juist. En dat wou ik even neer. Leuk dat ik het gezien heb. Ja. Leuk dat ik het zeg. Want dat is ook de insteek. Ook al ben je 65, dat wil toch niet zeggen dat ik achter de geranium zit. Ja, integendeel, dit is mijn vak. Ik ben zanger, ik ben entertainer. Ik sta vaak in volle zalen met mensen van leeftijden tussen de 15 en 70. En die moet je zien te entertainen. En dat is mij niet vreemd en dat kan ik. Dat heb ik bewezen de afgelopen 45 jaar. Nou, dus waar ik nu in ene weer eventjes aan moet denken was, wanneer was het volgens mij een maandje terug, heb ik je nog aangekondigd ook in het Gelredome. Ja, nou, daar waren 30.000 jonge mensen en die gingen helemaal uit hun plaat toen je daar stond te zingen. Mm-hmm. Met de groep Mooi Wark. Met de groep Mooi Wark, ja. Ja, fantastisch. Ja. En er zit, geloof me nou, er zit geen leeftijdslimiet aan een entertainer, zanger of zangeres. Kijk eens naar voorbeelden als een Aznavour, als een Tom Jones, als een noem ze maar op. Ze vreten ze allemaal nog op, hoor. Ja. Dus dat is,
dat is iets waar ik voor sta. En als je dan het liedje waar je nu net hebt, mijn nieuwe song, is een jong, fris nummer. Ja. Wat zeker ook op het Songfestival, denk ik nog steeds, absoluut kans had gemaakt. En nu als single uit is, en dan zeg ik, oké, jongens, als je het leuk vindt, doe me een lol. Dit is een van de eerste singles van mij als een download single. Ik bedoel, ik wist nog eens wat het was. Want ik heb het download gedaan. Ja. Dus vooral de jongeren, die moet je ook naar je toe zien te trekken. Ik bedoel, ik heb met Ali B heb ik vorig jaar in het welberuchte programma van hem, Ali B op volle toeren. Ja. Dat is ook heel succesvol geweest. Ik ben in de wereld draait door geweest met een liedje van Nielsen, het nummer Without You. Dat is opgenomen, dat is uitgezonden. Daar zat ik in een poptempel hier in Paradiso op het Leidseplein. En ze braken de tent af. Ja. Dat is zelfs een gouden cd geworden van de wereld draait door, ja, waar ik nummer op sta. Dus mensen, kom op, ouderdom, ben je gek. Ik ben er en voorlopig ben je gewoon nog niet van me af. En zo is het. Genoeg geluld, we gaan er naar kijken zonder jou. Alleen jij geeft mijn leven weer eindelijk kleur. Laat mij voelen dat ik nog besta. Ruk mij los uit mijn dagelijkse sleur. Al die stress laat de wereld begaan. Alleen jij, maakt niet uit waar ik ben, waar ik ga. Deze wereld draait snel om ons heen, maar door jou weet ik nu waar ik sta. Voelt mijn hart niet zo koud als een steen, niet zo leeg. Ik wil nooit meer zonder jou, nooit meer alleen. Alleen jij, bent mijn oost, mijn west, bij jou wil ik zijn. Zonder jou, word ik niets. Zonder jou, voel ik niets. Zonder jou, ben ik niets. Zonder jou, zeg ik niets. Zonder jou, breng dit niets. Zonder jou, wil ik niets. Laat het los, laat het gaan. Ik wil elke tel bij jou zijn voortaan. Want jouw lach maakt mij vrij. Heel de wereld is van jou en van mij. Wat een feest om nu bij jou te zijn. Zo bewust van het feit dat ik leef. Want voorheen was mijn wereld zo klein. En dat was de nieuwste single van Ben Kramer, Zonder Jou. En je vertelde me zojuist, Ben, dat het originele singeltje is korter dan, ja, dan de videoclip-song, ja, ja, zeg maar. Deze clip duurt nu uit mijn hoofd even snel een 3 minuten 22 seconden. Terwijl het liedje van het Songfestival 2 minuten 55 is. Maar dat hebben we expres gedaan, omdat de clip heeft een verhaal. Dat, mm-hmm, hebben de mensen kunnen zien. Ja. En dat verhaal hadden we wat meer ruimte nodig in die twee
minuut 55. Dus we hebben daar iets aangebreid. Midden in het liedje zijn 8 maten bijgekomen. Maar als men de single gaat downloaden, zal je dat niet tegenkomen. Dan heb je gewoon de twee. Gewoon die 2,55. Maar dit is gewoon een extraatje om het verhaal een beetje, ja, rond te maken. Ben je daar zelf ook helemaal bij betrokken, bij zo'n videoclip? Van A tot Z. Ja? En ik moet mijn complimenten maken van Jeffrey Geerling, die dus deze clip gemaakt heeft. Die jongen heeft zo keihard gewerkt. Want we hebben hem vorige week woensdag opgenomen en hij was zondags klaar. Daar zit heel veel werk in. Ja. En hij heeft het zo knap gedaan. Alleen waren geen mooi weer. Het is nog eenmaal Nederland, midden in de winter. Dus de zon was er nog helaas niet. Maar dat poets je weg als je naar de beelden kijkt en het liedje hoort. Dus dan is het zonnig genoeg. Maar zoals het verhaal, daar zit je ook helemaal zelf bovenop? Ja, dat is mede ook door Jeffrey bedacht met het balletje, wat een eigen leven gaat leiden in de clip. Die allerlei avonturen tegenkomt. De hond die op zoek is naar de bal. En uiteindelijk die bal vindt op het eind. En dan bij mij aan mijn voeten zit van kijk eens, ik heb hem toch gevonden. En ja, het liedje zonder jou, dat heeft met voor iedereen te maken. Het kan over jou gaan, die niet zonder je vriendin kan. Maar je kan ook niet zonder je auto bijvoorbeeld. Nee. Het is heel breed, moet je het zien. En het is een heel vrolijk en uptempo liedje, dus ik heb er alle vertrouwen in. Leuk. Ben, ik heb hier de Sterren.nl brievenbus naast mij staan. Die is gevuld met een aantal, ja, pittige vragen, zal ik het maar eventjes zeggen. Ik wil vragen om er eentje uit te pakken, die vervolgens aan mij te geven. Nou, je hoeft het niet met een trillend handje, oh, hoor. Oké, nou, dat is het goed. Of is de leeftijd? Nee. Sorry, die kon ik niet laten. Wat vind je niet mooi aan jezelf? En dan hoeft het niet puur uiterlijk te zijn, kan ook een eigenschap zijn. Ja, een eigenschap. Uitstraling. Ik weet dat als mensen die mij niet kennen, en ze zouden me op straat zien lopen bijvoorbeeld, en ik ben gewoon echt gewoon, ga boodschappen doen of wat dan ook, dan denken ze wat, een beetje, krijg je dit, een beetje zo van, afstandelijk. Misschien. Afstandelijk, misschien wat kapsones, of, maar zo ben ik helemaal niet. Maar dat zit aan me vast, kan dat niet helpen. Nee. Maar het is natuurlijk ook belachelijk om de hele dag met een glimlach. Ja. Ik hoop dat de mensen dat ook begrijpen. Ik ben gewoon zoals ik ben en ik ben gewoon een heel opgeruimd mens. En mijn uitstraling doet af en toe anders vermoeden. Oké. Okay. Nou, wel mooi dat je het ook zelf, dat je dat zelf herkent. Niet dat ik dat ooit heb gezien, hoor. Nog één. Oké, nou, dat is eigenlijk al wat we net hebben beantwoord. Oh. Want hier staat, wat is een slechte eigenschap? Oké. Okay. Dus even kijken. Nou, die vind ik ook niet leuk. Je mag het. Alle vragen vind ik goed. Dus even kijken. Waarvoor kunnen we jou 's nachts wakker maken? Waarvoor kunnen ze me 's nachts wakker maken? Voor een bolletje ijs met boerenjongens, advocaat en slagroom. Ja? Dat vind ik zo'n lekker toetje. Daar kunnen we juist 's nachts voor wakker maken. Ja. We doen er nog eentje, de laatste. Als dit er eentje mocht zijn van wat is je bankrekening, rustig vragen hoor. Hoe ver ga je voor je succes? Heel ver. Ja? Maar niet te ver. En wat is niet, waar ligt de grens? Weten waar je mee bezig bent, niet overdreven doen van ik moet absoluut die aandacht halen. Succes is voor een artiest absoluut belangrijk, maar er komen in je carrière altijd ups en downs. En juist in die down, laat ik het zo zeggen, daar moet je keihard werken om te kijken hoe je weer jezelf in de picture kunt zetten. En dan moet je gaan uitkijken dat je daar geen fouten in gaat maken. Dat heb ik in het verleden wel gedaan. Door liedjes op te gaan nemen waar ik echt niet achter stond. Omdat de platenmaatschappij zei van, dat moet je gewoon uitbrengen, dat wordt een hit. En dan wordt het geen hit. En dan voel je je nog heel veel erger. Ja. Want dan heb je iets opgenomen waar je niet achter staat. Dat is niet goed. Je moet wat dat betreft beschermd worden. Maar succes is voor een artiest gewoon belangrijk. En op het moment dat even niets nieuws te melden is, meld het dan ook niet. Maar er zijn mensen die zijn in staat om iedereen op te bellen van mijn gras groeit 1 centimeter per dag. Ja. En dat heb ik nooit begrepen. En ziet vaak om je heen bij artiesten, ja, collega's? Heel vaak. Dat je denkt van, joh, even een stapje terug. Absoluut. Het is natuurlijk, we zitten in een heel technisch tijdperk met Twitteren en Facebook en zo.
Maar wat heeft het nou voor zin om op je Twitter te zetten van... Ik heb vanmorgen mijn hond uitgelaten. Nou is dat nog tot daar aan toe. Maar er zijn ook mensen die gaan zo erg ver in hun privéleven... dat als privé iets gebeurt, dat ze dat meteen naar buiten brengen. Mm-hmm. Stel, mijn dochter is erg ziek of wat dan ook. Doe dat niet. Dat hoort... Ik vind gewoon, dat is je privé. Hou dat privé. Als ik al mijn privé dingen zou moeten vertellen... wat ik aan ellende heb beleefd... dat bakt iedereen mee in zijn privéleven. Kom je elke dag op boulevard? Kom je elke dag. En dat moet je niet doen. Ik wil naar buiten komen op het moment dat ik echt iets daadwerkelijk te melden heb... in mijn vakgebied. Ja. En dat is ook het succes. Kun je dus beïnvloeden door dat mondjesmaat te gaan doen. Oké, duidelijk. Ben... Ik ga je een hand geven. Nogmaals, enorm bedankt voor je komst hier in de studio. Ik ben vereerd. En ik wil jou natuurlijk ook bedanken voor het kijken naar toffe gasten. Check ook eventjes de website www.sterren.nl. Wordt op de hoogte gehouden van al het nieuws omtrent de sterren. Kun je de nieuwe programmering zien van de radio? Kortom, neem even een kijkje. www.sterren.nl. En dan zie ik je snel weer. Doeg!